komt er zo aan, hoor. Kom maar. Wat is hier aan de hand, joh? Kom maar, kom maar. Ik dacht al even dat je gevlucht was via het keukenraam. Is het waar? Waarom heb je het me niet verteld? Ik dacht dat het beter was zo. Dat ik nooit een vader heb gehad? Hoezo is dat beter? Wat was er zo verschrikkelijk aan die man dat je hem liever dood verklaarde? Liefje, ik... Hadden jullie een verhouding? Nee. Nee. Het was een moment van onbezonnenheid. Frederik kwam terug van een etentje met vrienden. Laat gedronken. Heeft hij je gedwongen? Nee. Ik heb me laten meeslepen. Ik was verliefd op hem. En ik dacht dat het misschien het begin was van iets. Nou, dat was het dus niet. Ik kwam niet eens in hem op. Een relatie met mij. Je had toch kunnen zeggen dat je zwanger van hem was? Dan had hij wel gemoeten. Terwijl hij me eigenlijk niet wilde. Ik dacht dat we beter af waren met z'n tweetjes. Mam, je had het mij toch kunnen zeggen? Ik schaamde me. Ik had het andere verhaal al zo lang verteld. En ik was bang dat je hem zou gaan opzoeken, terwijl hij nergens van wist. Ik hou zoveel van je. En meteen al toen je er was. Dat weet ik toch, mam. Dat is wel goed. Waarom is Frederik hier eigenlijk? Geen idee. Niet om mij. Mam, we moeten het hem wel vertellen, hoor. Hij weet het al. Haat je me nu? Hoe kan ik jou nou haten? Je bent toch mijn moeder? Tenminste, als dat wel klopt. Ach, man.